Hoi, jij zijn familie Dine. En vandaag zijn we in het Speelplekmuseum. Nee. En we moeten op zoek naar een aapje. Toon. Ja. Wij hebben deze, 3 tot 7 jaar. Het orgelaapje Toon heeft zich 9 keer verstopt op de begane grond van het museum. Hij heeft een bordje met een cijfer in zijn hand. Zoek de lieve knuffels en kijk welke kleur het bordje heeft. Zoek het juiste cijfer op de toonkaart. En welk vakje onder het cijfer hetzelfde kleur heeft, kleur je alle noten in het vakje in. Ja, je moet hem in je oor stoppen. Nou, niet in je oor. Dat lijkt me niet slim. Je kunt proberen. Je kunt proberen om hem in je oor te stoppen, maar. Ja, wat hoor je dan? Oh, wat leuk, man. Oh, wat een verhaaltje vertellen. Oh, een verhaaltje, wat leuk. Voor deze ruimte. Ah. Ja. Pas je eruit halen. Goed zo. Kijk goed om je heen. Kijk, Emma, die kun je ook aan het draaien. Hé, hey, dat is een aapie. Die waren we nou op zoek, hè? Hm? Daar ben je op zoek naar mij. Ik ben hier in de buurt. Oeh. Kijk goed om je heen. Wacht even. Waar? Goed kijken. Goed kijken. Ik. Goed kijken, Emma. Goed kijken. Bingo! Daar is die. Ik dacht 1. En welke kleur is het? En paars. Dus, met die paarsje. Die andere 2 vakjes? Ja. Alle 3 de paarse vakjes. Laten zien aan de kijkers of je het goed doet. Ja. Nou, heel goed. Nou, dan gaan we op naar de volgende. Dit is een soort klok. Maar. Hoe heet die avond weer? Ik kan erin. En de klok. Hangen dan ook nog dit soort dingetjes. Grappig. Daar! Yes! Daar zit Aapje Toon. En welke kleur heeft nummer 6? Blauw. Dus die kan je weer inkleuren. Kijk, hier kan je het opleggen als je wil, hè? Hier kan je het wel opleggen. En dan doe je nummertje 6 blauw. Ik vind dit soort dingen echt wel cool. Mooie pop, hè? Ja. Ik wil deze wel hebben. Om mee naar huis te nemen. Chinees toch? Chinees toch? Dat? Oh nee, Japans, sorry. Fruitverkoper. Ik vind deze dingetjes echt heel cool. Een beetje zijn wel, een beetje. Hé hey, man, kijk naar die. Oh, dat is de halve maan. Dat is echt heel erg cool. Hé. Hey. Ja, die vind ik ook echt heel vet. Echt heel cool. En heb je deze gezien? Ja. Die kan hij met de viool. We gaan weer verder. Thank you.
gaan het gat in. Oh, en ik ben hier echt helemaal. Het is maar eigenlijk maar een klein gat. Het lijkt misschien groot, maar dat is het niet. Oh, daar gaan we. Ik ben binnen. Moet je daar? Kom erdoor. Hè? Ja, kom erdoor. Ja, wat zit hierin dan? Ik weet het niet. Kan je iets omhoog of zo? En dat is echt alleen te zien dat je in het gat kruipt. Kijk eens, hier is er nog één. En kijk eens wat daarvoor staat. Ik ga daar naartoe. Ja, dus ik denk dat je daar even moet gaan kijken. Kijk even daar kijken, dat die daar zit. Kijk, ik heb hier Oetie gevonden, mijn nummer 2. Het is groen. Mam, nummertje 2 groen. We zijn op de bovenverdieping en dit hierachter laat al die bellen daar spelen. Aapje van de speurtocht, wat Emma moet zoeken, die heet eigenlijk Toon, maar Emma heeft hem een andere naam gegeven. Hoe heet die volgens jou? Oetie. Oetie, want ze vindt Toon te moeilijk om te onthouden en Oetie kan ze onthouden, dus wij zoeken aapje. Oetie. Dit is net alsof je op de straat loopt. Ja. Wauw. Dit is mijn bieden, dus ik denk dat ze dit wel hebben gereden. Mam, ik denk dat Oetie niet deze kat is. Ik denk dat je eens even goed om je heen moet kijken hier. Want er is zoveel te zien aan poppetjes. Wie zegt dat er niet ergens een klein aapje misschien ergens tussen zit? Of bovenop zit? Goed om je heen kijken. Ja, ik weet het. Daar. En we hebben hem gezien hoor. En welke is dat? Nummertje 5 paars. Heel goed. Deze zijn echt super huge. Zo, dit is de Dabbeltino. Die gaan ze zo meteen eventjes. Gaan we zo even in actie. Dat is wel grappig. Ik zit even aan de knutseltafel. Emma is een doos aan het maken waar je zo'n draaimuziek kleine mini orgeltje dingetje in kan doen. En die kan je dan geloof ik in het winkeltje kopen of bij de kassa. Daar in kassa, ja, daar staat wat en die doosje. En daar hebben ze het. Ja, en ik ben een muizentrappetje aan het vouwen, want ja, dat was de opdracht van Emma gewoon. Wat vind je tot nu toe van het museum? Leuk. Leuk?
En wat vind je de, het mooiste wat je tot nu toe hebt gezien? Hoe heet die dingetjes waar de muziek maakt van die kerk? De orgels. Ja, ik vind orgels heel mooi. Is dat ook een orgel? Dat is ook een orgel, ja. Dat is een hele grote. Oh. Zal ik die eens laten zien aan de mensen? Nou, die zit hierboven. Ik heb een hele mooie ketting. Van mijn ketting. Want het was moederdag. Ja, die heb Emma helemaal zelf gemaakt, hè Em? Ja. En daar ben ik super trots op en ik vind hem super mooi. Zie je dat? Ja. Waar is Poli eigenlijk voor? Kan je een hoedje voor maken? Hè? Kan je een hoedje voor maken? Kunnen de aliens niet bij je? Hè? Oh, een hoedje. Nou, dat is Emma de muziekdoosje. Je hebt verschillende muziekdoosjes waaruit je kan kiezen. Emma heeft voor deze gekozen. Dit is de... Bier. Teddybeer. Teddybeer's picnic. En de speurtocht zijn we onderweg een beetje kwijtgeraakt. We hadden er ook twee niet gevonden. Maar het was wel leuk om eventjes te zoeken, toch hè? Vergeet niet te abonneren. En doe allemaal een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Tot ziens. Doei.